Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. We hebben vandaag een heerlijke dag: veel zonneschijn, een paar sluiwolken en ook die trok in de loop van de middag weg. Dat zien we dan ook terug in de temperaturen, want het was behoorlijk warm in een groot deel van het land. Normaal is een graad of 10 in het midden van het land. Nou Vandaag dus overal boven de 15 in het binnenland. Grens lag ongeveer zo. Ja, die min 99 bij wijk aan zee, die klopt niet. Daar is het meepunt kapot gegaan. Maar we zien wel dat het pal aan zee wat kouder was. Temperaturen daar tussen de 10 en de 12 graden. En die koudere lucht, die wordt veroorzaakt door een windje van zee. En die gaat morgen terrein winnen. Dat betekent dat de, de frisse temperaturen een groter gebied gaan bestrijken. Even de temperatuur van Europa bekijken. Dus in vergelijking met gisteren niet al te veel veranderd. Groot deel van Europa heeft te maken met een hoge drukgebied en daardoor rustig weer en temperaturen die oplopen tot rond de 15 graden. Maar het is niet overal even fraai. Het hoge drukgebied ligt boven het westen van Rusland. Dat bepaalt dus het weer in een groot deel van Europa. Maar we zien ook een paar regengebieden liggen. Italië heeft slecht weer en ook in de buurt van Portugal, zuiden van Spanje, ook daar is het slecht weer. Die buien breiden zich morgen verder over Spanje uit. Verder op de oceaan regengebieden. Die weten ons voorlopig niet te bereiken, want het hoge drukgebied houdt die regen tegen. Was vrijdag. Trekt de regen via de Britse eilanden naar het noordwesten van Europa? En dat is jammer, want juist vrijdag wilden we naar de zonsverduistering kijken. Dat ziet er dus enigszins somber uit. Vanavond geen sombere omstandigheden, het is uh, kraakhelder. Temperaturen rond de 9 à 10 graden om een uur of 9, en de wind die is rustig. Dus uh, goede omstandigheden om de hemel te bekijken. Vannacht wordt dat allemaal wat minder. Temperaturen dalen tot dicht bij het vriespunt en er kan lokaal wat mist gaan ontstaan. De kans is daar op het grootste in het noordoosten. Verder ook wat wolkenvelden misschien vanaf de Noordzee, daar maakt Zeeland de meeste kans op. Die mist die kan morgenochtend snel optrekken. Daarna hebben we een mix van wolken en zon, waarbij ik denk dat in het binnenland de zon het vaak schijnt. Dit gedeelte, flinke zonnige periode, temperaturen 15 tot 17 graden. En in het westen, daar hebben we de meeste wolken, daar heeft de zon het moeilijkst. En die wind vanaf zee, die noordelijke wind houdt daar de temperaturen tussen de 8 en de 12 graden. Grote verschillen dus morgen. Die verschillen worden donderdag kleiner, dan heeft de koelere lucht zich over het hele land uitgesmeerd. Temperaturen dan overal tussen de 8 en de 12 graden met in het zuiden de meeste bewolking, meeste zonneschijn in het noorden van het land. En dan vrijdag, de dag van de zonsverduistering. Nou, de zon gaat absoluut verduisterd zijn. Maar niet alleen door de maan, maar ook door de bewolking, helaas. De kans dat we de zonsverduistering gaan zien is op dit moment echt klein. De regen komt namelijk in de ochtend. In de middag is het dan even wat droger. En in de avonduren verwachten we een tweede regengebied. Zaterdag nog een paar buien. En de temperaturen halen dan niet meer de 17 graden zoals vandaag en morgen, maar slechts 7 graden. Een forse afkoeling de komende dagen. Dat zien we ook in de 15-daagse grafiek. Ik zei het gisteren ook al: het weekend is weer het deel waar we de laagste temperaturen hebben. Daarna gaat het kwik wel omhoog, maar temperaturen van 15 graden en meer zitten voorlopig niet in de verwachting. Morgen in het oosten en zuidoosten van het land is dus nog een keer echt genieten. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.